Vrienden, ik heb buikgriep gehad. Ja. En niet zo zuinig ook, ja. En dat deed me herinneren aan een interland waar ik ooit commentaar bij gedaan heb. En dat was in 1999. En dat was in Brazilië. Nederland speelde daar. Twee oefeninterlands. En ik moest naar, in het noordoosten van Brazilië, naar Salvador de Bahia. Juist. Daar ging ik naartoe. En van tevoren was al enorm gewaarschuwd voor, kijk uit, want dat is diarree. Dus ik kom aan in Salvador en de Bahia. En ik kom aan en daar zie ik al de eerste verslaggevers. Die zag ik al zo lopen. En ik zei, jongens, wat is er allemaal aan de hand? En die hadden al heel goede buikloop. Ja. En af en toe ook gewoon zo. Ja. En winden laten en broeken vol. Ja. Dus dat was geweldig lachen geblazen. Ontzettend leuk. Maar het Nederlands elftal, die hadden zich helemaal voorbereid natuurlijk. Want die denken bij zichzelf, het gaat ons niet gebeuren dat we daar de scheiterij krijgen. Nee. Dus die hadden speciaal een kok meegenomen. En die hadden hun eigen eten meegenomen. En hun eigen slablaadjes. En hun eigen water. En noem het allemaal maar op. Maar, zie. Ja hoor. Ook, hup, direct daarna flotsten de spelers van het Nederlands elftal ook de wc-potten vol. En ja hoor, ook allemaal, ook allemaal die. Ja, dus het was een enorme toestand. En ik dacht bij mezelf, en aan mijn hopen en bidden dat ik het niet krijg. En dat dacht ik dus ook. Tot die ene nacht. Ja, daar ineens, midden in de nacht, want ik had al heel lang niks gehad met mijn maag of met mijn darmen. Dus ik herkende niet de allereerste signalen van, oh, dat kan fout gaan. Nee, begon te reutelen natuurlijk. En zo begint dat dan. En dan begin je toch een beetje iets warmer te voelen. En toen begon die misselijkheid. En toen dacht ik bij mezelf, oh, nu wordt het toch wel tijd om heel gauw te gaan sprinten. En daar ging hij, blote man, door donkere hotelkamer. Brrrt, op weg naar de badkamer. En ik zag als eerste de wastafel. En, wow, ja, maar 1/10 seconde te laat. En hup, hele spiegel en de hele muur helemaal onder de lichaamssappen en noem het allemaal maar op. Maar hup, en gelijk erachteraan. Ja, dus hop, hele wastafel onder. Ja, en terwijl ik hup, boven die wastafel sta, gaat hup, komt er hoge drukspuit uit mijn hol en zo, ongelooflijk. En nou, met een kracht en nooit geweten dat je lichaam dat kan produceren. En het hele bad achter me en de hele muur en alles zat onder. En ik dacht bij mezelf, zo, ik zit in de Champions League van de spuitpoep. Nou, daar zat ik in. Dus joh. En ik keek om me heen. Het was gewoon alsof er oorlog was geweest. Dus vrienden, als je ooit last hebt van obstipatie, ga naar Salvador de Bahia.